Spanning. Spanning bij opa. Spanning. Wat doet hij? Oh! Bas! Lekker! Weer een puntje. Knol power! Mocht je wil beginnen, dan zeg je... Good morning. Ik hoop dat je het kan onthouden. Vast wel. Je bent een hele slimme oma. Hallo dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Ga jij dat doen? Ja. Oké, 1, 2. Hallo dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Oké, gaan we nog één keer doen. Ja. Jij kan dit in één keer. Dus hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is de liefste oma ter wereld. En hierachter staat de liefste opa ter wereld. En daar verderop... staat Bas. En ik zal jullie een geheimje verklappen. Bas die zit stiekem al 10 jaar op Jeu de Boel. Nou, opa en oma wisten dat niet. Dus Bas en ik die gaan opa en oma helemaal inmaken met Jeu de Boel. Laat zien wie de baas is in Jeu de Boel. Nou, dat is dus allemaal niet waar. Hè? Tenminste, dat laatste niet. Bas en ik die zijn helemaal niet goed in Jeu de Boel. Sterker nog, Bas, heb jij wel ooit Jeu de Boel gedaan? Ja, met van die gekleurde ballen. Oh ja, van hele goedkope gekleurde beginnersballen. Ja. Ja, maar dit is professioneel gebied, hè? Dit is... Maar je kent mij, toch? Jongen, ik ga pakken. Nou, Bas en ik gaan wel ons best doen. Ik bedoel, ik heb best wel een winnersmentaliteit in me zitten. Ik ben met spelletjes, dus, ja, Bas is ook heel fanatiek. Ja, dus hij gaat helemaal los. Straks doen we de jas uit. We gaan daar lekker in de zon staan. Ik wil eerst de spelregels doornemen. Ja, eerst de spelregels. Dat is heel belangrijk. Ik vind het super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Dankjewel daarvoor. Tof dat jullie op deze video hebben geklikt. Blauw duimpje omhoog, speciaal voor jullie. En dan ga ik nu even een mooi potje boelen met mijn opa en oma. Jeu de boelen. Ja, potje boelen, jeu de boelen. Dat noem je ook wel boelen. Even lekker een potje boelen. Nou Bas, de allereerste bal die hij gaat gooien. Met een professionele bal. Nee, onderhands. Nou, daar gaat hij. Staat in de cirkel. Oh! Told you so. Bas! Ja, dan gaan we even kicken, hè? Zo, dat hadden open oma niet verwacht. Ja hoor. Nou. Nee, opa is dichterbij hoor. Die is van opa en die is van Bas. Kijk, nu gaan we kijken hoe we dat moeten... Nu gaan we meten. Ja, dit is niet zomaar een sport. Dit is fanatiek hoor. Dit is de eerste bal die jij gooit. Lekker hoor, kijk dat je hebt. Wow, lief visbeestje. Ja, brengt geluk, hè? Ja, mooi. Moet je kijken. Oké. Voor de but moet je. Je moet hier tegenaan. Dus van hier tot voor de but. Voor de but. Dat is 15. 15-3. Oh, ik denk dat het heel dichterbij is. Dan gaan we deze ook. Oh. Oh, opa ligt dichterbij. Ja, lekker hoor. Oh, wat een pikje. Dat pik ik niet, zegt Bas. Nou, dan gaan we hier staan en dan gaan we kijken hoe Bas hem nu... Je kan ervoor kiezen om die van opa weg te stoten. Maar je kan er ook voor kiezen om weer bij te leggen. Wat jij wil, Bas. Oh, wat doet hij nou? Bijna je eigen weg. En je moet oppassen, want dit is de laatste bal die je hebt. Ja, dat was gewoon beginnersgeluk van Bas. Oh, wat doet hij? Oh, nee, dit is hem niet. Nee. Nou, nu hebben opa en oma dus 1 punt. En staan we achter. Het is geen circus, vriend. Het is Jeu de Boel. Mooie bal. Bijna, bro. Zit je nou te lachen dan, hè? Nog een keer. Nee, hij is niet door. Komt ie! De laatste, kom op. Bijna goed. Bijna! Nou moet ik. Hoe moet jij het maar doen? Gaan we hem laten zien hoe het moet. Loopt het helemaal niet recht? Ja. Nee. Het loopt ook helemaal niet recht, zegt hij. Ja, het ligt aan de baan, hoor. Okay. Ik heb een afwijking naar links. Kom op Bas, de laatste bal. Oh, wat is dit nou dan? Ja, we gaan echt keihard verliezen van opa en oma. Kijk hoe oma dat doet. Moet je kieken,
jongen, die hebben skills. Oma heeft nog één bal. Even kijken hoe ze dat doet. Kijk eens even. Nou. Zo, gezondheid. Oké, okay, Bas die staat hier en precies 9 meter verder ligt het butje. En nu gaat Bas even laten zien als beginner hoe hij dat doet. Kom maar Bas! Oh! Ja, de richting is goed. De richting is goed, maar hij is wel een beetje kort. Maar goed, nu is de bedoeling dat oma hem dichter bij dat oranje butje gooit. En dat kan oma vast wel, die is zo goed. Kijk, zie je? Hij is wel dichterbij. Nu zijn wij weer, hè? Ja, nu ben jij weer Bas. Moet je hem weer dichterbij dan oma. Maar dan kan jij. Nee. Te ver. Ja, mooi bal. Niet verkeerd hoor. Ja, die ligt netjes. Dan moet oma net doen of het boekje hier ligt. Ja. Lang. Kijk, dit. Wacht even. Ja. Heel mooi balletje. Heel mooi balletje. Lekker hoor. Dat zou je doen. Dat zou je doen. Nu ligt mijn bal het dichtstbij. Maar goed, opa die heeft nog 3 ballen en oma nog 1. Ja, dus ze hebben nog 4 ballen om mijnen te verbeteren. Ja, dat ziet er niet goed uit voor ons. Oh. Nou, ze liggen nu wel heel erg in de weg hoor. Ja, die van ons liggen daar mooi voor. Dus we hebben een goede verdediging. Maar ja, dan komt opa. En die doet het niet. Nee, die doet het niet. Kijk, dit is mooi. Nog 2 ballen. Kijk, dit is het spannend. Dit is nagels bijten. Oh, yes, yes. Nu, opa heeft nog 1 bal. En als hij deze mist, dan hebben we gewoon weer een punt. Ja, oh. Spanning. Spanning bij opa. Spanning. Wat doet hij? Oh, Bas. Lekker. Weer een puntje. 4-3 voor opa en oma. Nou, we worden in ieder geval niet ingemaakt. Dit is heel erg bijzonder. Dit is heel erg bijzonder. Wat is er nu aan de hand? We staan 9-5 voor. Ja, en ik lig met 1 punt. Dus dat betekent 10-5. Bij 13-5 heb je gewonnen. Bij 13. Hebben we nog? We hebben nog 4 ballen. Dus we hebben 4 punten, kunnen we nog halen. Ja. Maar het balletje ligt ver weg. Ja, ja, dat is bijzonder. Ik heb dat butje geraakt. En dat butje heb ik geraakt met mijn eigen bal ging mee. 17 meter ver ligt het. En je mag tot 20 meter spelen. Dus Bas gaat nu 2 ballen proberen te gooien op 17 meter. Komt hij, ja? Ja, daar komt hij. Oh! Nee joh, dat is al... Nu moeten we alles raken. Nu moeten we alles raken. Nee! Wat nee? Wat nee? Nee, dat zien wij ook wel dat hij niet ligt. Stil oma, we zijn aan het spelen. Fanatiek hè? Ja, heel fanatiek zijn ze. Zijn wij ook. Hoppa! Oh! Ja hoor, ja hoor! Nee! Ja, die is toch dichterbij dan jullie? Nee. Nee, ligt ook niet. Bas die verpest ze gewoon allebei. Nu moet ik deze 2 bijleggen en dan hebben we 12 punten. Dan hoeven we daarna nog maar 1 keer te winnen. Maar Bas die schiet ze gewoon allebei mis. Bas, Bas, Bas. Oh, ja die was wel... Ja, nee, nee. Oh, wat doe je nou? Bas! Wat doe je nou? Nou Bas, laten we maar verder niet over... Laten we er maar verder niet over praten wat er is gebeurd. Nee, ik zal het gewoon zeggen. Open oma, die hebben ons alsnog ingemaakt, toch? Oh, ja. Zo. Ik denk ja. Over de game. Nee. Ja, Bas die was er net een paar keer dood gegaan. Ja. Bas heeft een nieuw spelletje. Maar hij doet het nu goed. Dus ik ben even bij Bas aan het kijken. Even chill gamen. Moet ook gebeuren. Moet ook gebeuren. Is altijd zoiets van... Het moet. Gewoon even lekker gamen. Ja, gewoon even lekker chill. Maar met open oma, we zijn niet dik ingemaakt. We hebben verloren met 13-11. Het was te spannend hoor. Ja. Het was te spannend. Was gewoon de druk niet meer aan. Nee joh, we dachten echt van, oh, we gaan ze pakken toch? Ja, we gaan winnen. Ik dacht, pak ze wel een paar goede ballen. Maar... Ja, ach ja. Het was mijn eerste keer en de volgende keer dan. Ja, dan maak ik ze gewoon even. Ja, maar open oma... Ballen, hoor. Ja, ja. Dankjewel, dankjewel. Ja, maar open oma, die zijn echt steengoed. Ja, die dus, spelen gewoon heel goed samen, hè? Dat maakt hier vooral. Ja, en die hebben alle rust, alle concentratie, weet je wel. Dus ja, die hebben wel terecht gewonnen, hoor. Ja. Die Bas die heeft ook weer gekookt, joh. Lekker. Nice. Bas die heeft lasagne gemaakt. Lekker, hoor. Oh. Ja, zo bruin hoort hij een beetje, hoor. Oh. Lekker, man. Hey, schooier. Dit is Timon en dat is echt een hele grote schooier. Je wilt eten, Timon. Die we altijd eten, hè? Ja. Ze eten?
Je eet het, Timon? Dit is geen eten, dit is de camera. Dit is echt zo lekker. Helemaal zelf gemaakt door Bas, dus lasagne. En het is goed gelukt. Lasagne alabast. Het is echt heel erg goed gelukt. Kijk eens wie we hier hebben. Hé, hey, het is Sokje. Oh, zijn ze weer thuis, hè? Hé. Hey. Zijn ze weer thuis? Mwah. Mwah. Lekker ding is het ook. Lekker ding ben jij, hè, zo. Ze ruiken ook altijd zo lekker. Hé? Heb je een lekker geurtje opgenomen voor mij? Ik heb echt nog een heerlijk dagje gehad. Een heerlijk chill dagje bij Bas. In Assen eigenlijk helemaal niet zoveel gedaan. Nog even lekker gechilled, lekker gegamed. Gewoon even lekker een keertje rustig. Even relaxed, niet zoveel doen, niet zoveel aan je hoofd. En er gewoon lekker van genieten. Wat hebben jullie gedaan vandaag? Laat het weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien wel iets veel actievers dan wat ik was vandaag. Hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog. Ik zou zeggen, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik ben nu weer thuis. Ik ga lekker knuffelen met Sok. En dan ga ik slapen. Hopelijk zie ik jullie morgen om 4 uur. Bedankt nogmaals voor het kijken. En dikke, vette peace. Knol power!